Maar er één in. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste koers van vandaag. En we komen de eerste meters door. En dan is het aan de binnenzijde wie anders dan Golden Avenue. Maar Tja Tja Tja, die is ook al in het front. En aan de binnenzijde Monaco Royal Event. Daarachter volgt dan Domino Star, gevolgd door Ultimate Uriep. Verder weg in het veld dan Baco Boy. En de rij wordt gesloten door Uroy. Paarden gaan de laatste ronde in. Alles terwijl de beelden hier stilstaan, gaan we het zomaar eens live met de verrekijker doen. Dat kan ook. Paarden gaan de bocht in en bij het indraaien van de bocht zien wij dat aan de kop gaat nog altijd de nummer 1. En dat is dan Golden Avenue. Golden Avenue heeft de leiding en die heeft een tweetal, drietal lengte voorsprong op het achtervolgend peloton. De auto rijdt mee en daarachter zien we nu vandaan komen op tweede positie Monaco Royal Event. Grootverdiener Ultimate Uriep met een record van 1,98 ligt al in het front en ligt op een gedeeld tweede plaats. Daarachter is het Wim van der Mespel. Hij rijdt in dit gezelschap vandaag Tja Tja Tja. En daarachter volgt op een tweetal lengte Björn van Helewe en hij rijdt Domino Star in het rood met de witte sterren. En daarachter is het Good Old Baco Boy. Paarden zijn gevorderd tot de landscheidingsbocht. Tevens ook de laatste bocht en die wordt ingedraaid. Als de paarden dan nu in die bocht zijn, dan is het Monaco Royal Event. We zien eigenlijk heel erg hinderlijk die bus ervoor. Nee, het is aan de kop op dit ogenblik die nummer 1 Golden Avenue. Golden Avenue leidt nog altijd als de paarden halverwege de bocht zijn. Op de tweede plaats is het Ultimate Uriep. En zo gaan de deelnemers dan richting laatste rechte lijn. Monaco Royal Event volgt nog altijd attent. Zo zijn de deelnemers dan in de laatste 600 meter. En gaan we de finale fase in. In deze laatste koers van vandaag op Duindicht. De gaskoers met nog altijd Golden Avenue. En dan is de grote vraag. Wie kan Golden Avenue van de winst houden? Vaak gebeurt dat niet. Maar ze proberen het wel. Ultimate Rip ligt op de tweede plaats. En die probeert dichterbij te komen. Dat probeert ook de stalgenoot van de leider. Monaco Royal Event. Maar vooralsnog slagen ze er niet in. Golden Avenue is nog altijd de leider. Heeft een tweetal lengte voorsprong. Daar komt Monaco Royal Event dichter en dichterbij. Maar Golden Avenue heeft nog altijd de kop. Golden Avenue gaat die ook niet meer afstaan. En het wordt alweer een overwinning op het gras voor Golden Avenue en Dennis Minema. Tweede Monaco Royal Event. En derde Ultimate Uriep. Dames en heren, de uitslag van de laatste koers is officieel. Koers werd gewonnen door de 1 Golden Avenue, kilometertijd 1.19.8. Tweede geplaatst, nummer 3 Monaco Royal Event. Derde de 4 Domino Star. Vierde de 6 Tja Tja Tja. Vijfde de 7 Uroy. En Dennis krijgt een bescheiden applausje, dames en heren. Niet in de stemming voor een huldiging, ondanks dat zijn paard fantastisch was. Golden Avenue, 6 jaar deze bruine ruin. Alien Donan uit Volpix Himia. Gevokt door een bezit van Dennis Minema. Getraind door Dennis en Bas en de stal. Dennis Minema, de piekeur van dienst.